Hallo allemaal, welkom bij deze tutorial die hoort bij Beats & Bits, bij een opdracht om een klankcollage te maken. Allereerst gaan we naar de site van beatsandbits.nl, zoals je hierboven ziet. We loggen in met onze gegevens. De gegevens hebben jullie als het goed is allemaal zelf gekregen, of zelf gemaakt. Vervolgens kies ik voor Start It. Bij Start It ga ik naar Samen en naar Creatieve Opdracht. En creatieve opdracht nummer 3 gaat over de klankcollage. We kiezen hier het programma Audacity, de link. En we downloaden Audacity, de installer. Even wachten altijd. En vervolgens kiezen wij voor uitvoeren. We kiezen voor Nederlandse taal. Is wel zo makkelijk. We klikken een aantal keren op volgende. Dat zijn de standaard installatieopties. En dan vervolgens, als die klaar is, gaan wij het programma lanceren, aanzetten. En dat is zo, dit programma, Audacity. Wat gaan wij doen? Allereerst gaan wij even een muziekje importeren. Als het goed is, hebben jullie diverse geluidjes opgenomen op je telefoon. En heb je die in een mapje op je computer gezet? Nou, als je zover bent, kunnen wij met deze stap gaan beginnen. We gaan importeren. Audio. Ik kies even voor een liedje, Kalimba. En dit is het lied Kalimba. Ik zal een stukje laten horen. Nou, ik kies er bijvoorbeeld voor. Dit zijn de tools die je kan gebruiken. Met deze tool ga ik iets selecteren. Ik kies voor dit stukje. En ik laat hem tot hier. Vervolgens doe ik, net als in Word en in PowerPoint, Ctrl-C, oftewel kopiëren. Ik ga naar een sporen toevoegen. Stereospoor en ik zet het stukje even in het begin neer. Vervolgens kies ik nog een ander stukje. Ik kies dit stukje hier. Ik doe weer Ctrl-C. Ik zet hem vervolgens daarna neer en Ctrl-V, oftewel plakken. Dan heb ik dit spoor even niet meer nodig. Ik ga verder. Ik ga weer importeren, want ik heb meerdere stukjes audio opgenomen. Ik kies een stukje meet. En ik ga even dit stukje beluisteren. Nou, klinkt leuk. Klinkt gezellig. Ik doe Ctrl-C. Ik ga dat op een ander spoor zetten. Ik doe weer een spoor toevoegen, een stereospoor. En ik zet dat ongeveer hier neer. Zo. En ik kies nog een klein ander stukje eruit. Dit stukje misschien. Nou, even kijken hoor, want daar heb ik meerdere dingen door elkaar heen. Maar ik kies wel dat stukje en dat zet ik vervolgens hier neer. Zo, dan ga ik ook dit spoor weghalen en nou heb ik het volgende staan. Wat ik nou ga doen, ik ga nu even een beetje spelen ermee. Dat is, ik ga die verschillende stukjes ga ik achter elkaar plaatsen. Ik ga deze, omdat het nogal rustig begint, zet ik in het begin. Dan vervolgens wordt dat overgenomen door een wat drukker stukje muziek. Dan hier laat ik dit weer in elkaar overlopen en als laatste dit. En dan krijgen we ongeveer zoiets als dit. Thank you.
jullie begrijpen, ik heb er nog niet heel veel aan gedaan. Wat ik wel kan doen, wat misschien wel leuk is, om wat effectjes toe te voegen. Wat doe ik? Ik ga naar selecteren. Ik ga het selecteren, het stukje. Vervolgens doe ik effecten. En ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik doe een echo erop. En dat klinkt dan zo. Oké. Ik kies voor oké en het is gedaan. Je ziet het, dit kunnen net zo goed geluiden zijn of andere stukjes muziek. Ik kan eventueel, als ik denk van, nou, ik vind dit wat te lang, dan haal ik een stukje weg. Ik doe bijvoorbeeld dit. Ik doe delete. En ik schuif de stukjes nog even naar elkaar toe. Zo. En vervolgens heb ik een leuke klankcollage. De laatste stap die je doet is de volgende. Export audio. En het liedje ga ik maar even noemen test. Test 2 noem ik hem. En ik kies voor MP3. Want dat is een makkelijk formaat. Nou zou je de eerste keer zou je deze mededeling krijgen. Dat betekent dat hij nog niet de codec heeft. Wat gaan we doen? We gaan downloaden. En dan zien we hier staan, go to the external lame download page. Daar gaan we naartoe. Ik kies voor deze. De bovenste. Ik kies voor uitvoeren. Next. 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 Install. Klaar. Dat is eigenlijk alles even wat je moest doen. En vervolgens ga ik naar... Oké. Oh, dan moet ik dat nog even een keertje doen. Ik ga naar export audio. Ik noemde dat test 2. En vervolgens doe ik opslaan. Oké. En nou vindt hij hem. Kijk, en nou heeft hij hem opgeslagen. Dan ga ik kijken op mijn bureaublad of dat ook werkelijk zo is. Ik heb hier staan test 2. Ik druk er even op. Hij begon rustig. Ja hoor, het klopt. Nou kan ik twee dingen doen. Ik kan hem natuurlijk naar Dropbox doen. Ik kan ook zeggen van nou, ik ga mailen. Dat is ook goed te doen. En ik kan natuurlijk als laatste zeggen met kopiëren naar e-mail geadresseerde. Ik kan ook zeggen nee, wat ik doe, ik zet hem op een sticky. En dat is even hoe het programma werkt. En nou, ik wens je veel succes met het maken van je eigen klankcollage.